Yo, ik ben Giel! Thomas! Stefan, en vandaag gaan we... Nee, vandaag zijn we... Vandaag zijn we leraar voor één dag! Oké, okay. Yeah. Doei! Ik ga naar huis. Ik ook naar huis. Jongens, leuk! We gaan kinderen vandaag gewoon lesgeven, jongens. We krijgen allemaal een eigen groep. Jij krijgt, niet schrikken, de peutertjes. Nee. Groep 1. Giel, jij krijgt groep 8. Gast. En ik ga er tussenin zitten. Ik krijg groep 6. We weten allemaal dat dit ook beter is voor de kinderen als we dit niet doen. Maar we gaan het proberen. We gaan ervaren hoe het is om leraar te zijn. Mag je ze slaan? Nee. Schoppen? Geen fysiek contact, nee. Natuurlijk niet. Nou, dan wordt dit echt een hele saaie dag. Ja, maar goed, we gaan het proberen, jongens. We gaan het gewoon doen. Is leuk. Nu al pure hoofdpijn. Echt. Jawel, Giel. Kom, jij gaat lekker gezien. Precies de reden waarom ik niet aan kinderen ben begonnen. Nou, daar gaan we dan. We gaan nu de school in. Toe, flikker op. En op zich weet je, vroeger heb ik onderwijsassistent gestudeerd. Dus ik heb een aantal jaar heb ik al in het onderwijs een soort van les gegeven. Ik heb het nu al gezien. Doei, Steve. Doei, Steve. Geef een duimpje omhoog, tot volgende week. Jongens, kom. Doei, joh. Kom nou. We doen het niet. We hebben besloten om dit niet te doen. Je krijgt vandaag 3 klassen. Het kan wel. Jullie kunnen dit. Dit is de eerste keer in de geschiedenis een stuk te veel dat ik een opdracht weiger. Hier sta ik veilig. Hallo. Oké, ik ga mijn klas zoeken. Ik heb dus groep 1, 2 gekregen. En die moet ik dus gaan zoeken. Bent u ook een leraar? Jazeker. Ik heb hier zoveel zin in. Snap ik. Hallo. Hallo. Het is jouw klas? 6-7. Ik moet naar 6-7. Ah, top. Kijk, dat is nou fijn. De klas is leeg. Dat is geweldig. Oh, ze zijn buiten. Nou, dat is mooi. Dan kan ik ze daar lekker laten. Oh, ze zijn echt heel jong allemaal. Dus dit is 6-7? Ja, 6-7. Kom binnen. Nou, helemaal top. Hallo. Goedemorgen. Ja, wat een leuk welkom. Vinden jullie het goed als ik vandaag jullie leraar ben? Ja. Ik ben Stefan. Ik ga vandaag jullie docent vervangen. Wordt heel erg leuk. Waar zijn ze nu mee bezig? Rekenen. Jullie zijn bezig met rekenen? Ja. Oké. Okay. En tot hoe laat is dat? 10 uur, 10:15. Oké, goed. We doen hem dicht. Zo, jullie zijn wel meteen stil, gek. Wat zijn we aan het doen? Taal. Is dat leuk of valt het mee? Saai. Is dat saai? Ja. Hallo. Ik ben Thomas. Hoi, Thomas. Ze zijn lekker aan het buiten spelen. En dat gaan ze ook de rest van de ochtend doen. Dat hoop jij, denk ik. Ja, dat leek mij een heel goed idee, want dan hoef ik niet zoveel te doen. Tot nu toe gaat het best makkelijk. Iedereen is nu aan het werk. Als jullie vragen hebben, kunnen jullie naar mij komen, hè? Oh, daar komen de eerste vragen. Nou. Wat is nog een vervoer? Ik heb een fiets, ik heb een auto, ik heb een bus, ik heb een vliegtuig, ik heb een boot, ik weet geen andere meer. Volgens mij vergeet je een hele belangrijke. Die hele grote, die gele. Oh, hey. Als jullie allemaal om en om hier naartoe even in je bord hier je naam willen schrijven, zou het fijn zijn. Dan kunnen we gewoon vandaag lessen. Ik weet het. Top, je weet waar je moet zitten. Goed zo. Dit is meester Thomas voor deze ochtend. En jullie zijn nu aan het buitenspelen. Maar dadelijk rond 10 uur, dan ga je fruit eten. En daarna gaan jullie dan nog werken en spelen. En misschien als het dan nog tijd voorlezen. Maar ik had het al verteld, ik ben... Dan eventjes weg. Dus jullie moeten goed naar meester Thomas luisteren, ja? Gaat dat lukken? Ja! Ja. Top! Kijk. Lekker spelen! Ja! Oh, er gaat er eentje huilen. Daar was ik dus al bang voor. Oh, gaat het? Heb je last van je been? Kom maar even zitten. Zal ik even kijken? Oh. Er is niks aan het handje. Even schrikken, hè? Je bent een stoere grote meid, toch? High five! Nou, ik ga het wel even nakijken zo dan, oké? Oké. Laat maar liggen. Jij bent ook klaar? Ja. Nou, laat maar liggen, ga ik zo nakijken. Dus jullie kunnen allemaal zelfstandig door? Ja. Dan gaan jullie dat vanaf nu doen, toch? En als je vragen hebt, kom maar naar mij. Hoe doen we dat normaal opruimen? Hoe doen jullie dat? Hoe gaat het liedje? Wij gaan opruimen. Wij gaan opruimen. Het werkt, dames en heren. Wij gaan op. Ruimen. Wij gaan op. Ruimen. Wat moeten we nu gaan doen? Stampen, 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 stamp
kunnen we naar binnen? Ga lekker eten. Eet maar op. Liedje. Liedje? Wat voor liedje? Kijk eens naar je appel. Kijk eens naar je appel. Dus voor alle dingen hebben ze dus liedjes. Voor het opruimen, voor het in de rij staan, voor het eten. Het is zo fijn als jullie gewoon allemaal even stil zijn. Het is echt dat getetter. Ik word er helemaal gek van. Jongens. Het is killing, man. Dit, ja, ik heb echt totaal geen controle. Ze komen hier met een boek. Ja, doe ik het goed? Geen idee, joh. Geen idee. Hey, Steve. Hey, Giel. Zo. Er zit echt geen controle in mijn systeem, hoor. Nee? Nee, helemaal. Jij wel? Nou, bij mij luisteren ze op zich wel. Ja, op zich wel, ja. Tot nu toe gaat het best goed. Maar ik vind het leuk, hè. Oké. Okay. Ik vind het... Ik heb... Ja, en nu is het lekker pauze vieren. Is dat ook leuk? Maar feest, jongens. Ik ben nu al gewoon pikken. Je moet misschien helpen met je verdediging. Zo bij de hand allemaal. Ik kan niet geloven dat ik dit werk 3 jaar heb gedaan. Ik ben gewoon onderwijsassistent geweest. Ik weet niet hoe ik dat heb gedaan. Dat was gewoon een andere ik. Het was een ander leven. Want het is echt, jongen, het is echt heftig, hoor. Nu. Man. Hey, Giel! Gaat het, jongen? Nou, hoe is het met jou? Ja, ik heb alles onder controle. Maar zijn ze buiten of nee, toch? Nee, ze zitten gewoon lekker te eten. Ze zitten fruit op te eten. Ja. En zijn ze vervelend? Nee, ze luisteren echt heel goed. Ik wil jouw klas wel even kijken. Hallo! Hey, hoe gaat het met jullie? Gaat goed, hè, jongens? Gaat goed, hè? Zijn jullie allemaal braaf? Jongens, jullie mogen allemaal gaan staan. Nee. Zo met de voeten proberen. Doe maar eens. Nee, laat niet naar Giel luisteren. Nee. Doei, Giel. Ja, hoezo doen jouw kinderen zo aardig? Ja, ze luisteren gewoon heel goed. Wat? Ben jij aan het lunchen? Ja, ik moet toch ook eten? Ja, waar zijn je kinderen dan? Ze zijn buiten spelen. Moet jij dit zo meteen gaan doen? Ja, ik heb alles al voorbereid. Fleming is van de halve weg. Jij hoeft niet naar buiten. Haast. Ja. Jij hoeft niet naar buiten. Ik heb dat net allemaal fucking uitgezocht, vriend. Oh shit. Op naam en op klas. Zo flikker hij op uit een fucking klaslokaal. Ja. Nou, gaan we nog een keer proberen. Hey, Steve, hoe is het? Ja, ik heb dit net allemaal uit lopen zoeken. Op naam en op klas. Ga weg. Giel, dief, laat los. Laat los. Oké, okay, laat los. Godsamme. Ga je moeder pesten. Eens even kijken hoe het met mijn eigen klas gaat, of ze nog een beetje stil zitten. Vliegen, dat mag niet. Hey, jongens. Hey. Eden. Allebei mee, Thomas. Kom maar mee, laat maar los. Hier gaan we mee met Thomas, we gaan even praten. Jullie zijn niet lief tegen elkaar. Kom even mee met Thomas. We kunnen maar 3 kinderen erbij houden. Hallo, hier ben ik. Luister wel goed. We gaan niet lopen duwen en we gaan niet lopen slaan. Hebben we begrepen? Oké, blijf zitten. Ik zit in de bouw. Oké, dus nu zeggen jullie sorry tegen elkaar en dan geven elkaar een hand. Sorry, oké. Gaan jullie samen in de bouwhoek? Ja. Ik heb nu al echt... Mijn kruipt in mijn... Omdat ik bang ben wanneer die kinderen weer binnenkomen. Oh, kijk, hoor de bel. Zoemig. Oh, dit is die bel. De deur op slot. Moet je voorstellen. Ze komen er niet in. Waarom zijn die? Ze vinden mijn klas zo groot. Hey jongens, alles goed, hé! Gaat het goed? Ga maar zitten, jongens. Ga maar zitten. Dankjewel. Het is eindelijk rustig. Slaan begrijpend lezen, slaan over. Yes. En dit is een nieuwe les. Vervelend zijn. Ja, dit past namelijk wel goed hier, want ik vind jullie trots vervelend. We gaan zo verder met het nieuwsbegrip. Dan gaan we in één klap gewoon door zijn klas rennen. Ja! Ja! En dan heel hard, gillen. Ja!
Oké, jongens. We gaan weer terug. Goed gedaan. Dit slaat echt helemaal over. Dit slaat echt. Zij moeten dit werk maken. Dat kan nu niet meer. Er is koffie overheen gaan en verkreukeld. Het slaat echt nergens op. Ja. Jongens, jullie hebben voor mij allemaal een team. Ik vind mezelf de beste leraar van de hele school. Maar nu moeten de kinderen dat nog vinden. En hoe krijg je kinderen nou zo ver dat ze jou het beste leraar van de hele fucking school vinden? Dat is gewoon door ze te verwennen heel veel ijs te gaan halen. Dus ik ga gewoon bij de hand heel veel ijs kopen. Ik koop ze gewoon om, joh. Bij blauw. Bij de geen. Ik weet helemaal niet hoeveel leerlingen er op deze school zitten. Maar ik ga proberen ze allemaal om ijs te doen. Dan wil ik even zeggen dat jullie allemaal super, super hard en super lekker hebben gewerkt. Wie is de beste leraar van de hele school? Moi. Ik had een leuk idee, het is mooi weer buiten. We gaan straks tweetallen maken. Krijg je dus allemaal een fles van mij. Hé hey jongens, wie is de beste leraar? Ik! Wie lust een ijsje? Het zit er alweer bijna op, dus de juf komt weer terug. Vonden jullie leuk dat ik even was? Ja. Ja? Vonden jullie mij een goede meester? Ja. Ja, ja, ja. Ik vond het ook heel leuk. En als jullie allemaal zo goed geluisterd hebben, krijgen jullie van mij een ijsje, oké? Ik wil ook maar een ijsje. Stap je erin, klaar? 3, 2, 1. Verder. Ik wil even laten zien wat ze allemaal hebben ingeleverd. Iedereen heeft nieuwsbegrippen gemaakt. Ja? Ja, de andere klas hiernaast die kwam het flink verstoren. Want die hebben alle blaadjes verscheurd, weggegooid, weet ik wat allemaal. Kijk, juffrouw mag weer terugkomen. Ja, je mag het dan weer overnemen hoor. Ik vond het gezellig, maar... Vond je het leuk? Ja, heel leuk. Ja. Wel vermoeiend. Wel zo. Topvervanger. Hey. Ik vond het leuk, dankjewel. Dankjewel. Ja, superleuk. Oké, de klas is eindelijk rustig. Ik heb weer hun leraar teruggekregen. Ik vond dit echt een heftig dagje. Hoe was het? Ik vond het leuk. Ja, man. Ik vond het geweldig. Ja. Ik denk dat ik gewoon leraar geworden. Geloof ik niet. Nee. Geloof ik ook niet. Vond je het echt, hoe vond je het? Ik ben echt best wel vermoeid. Ik moet echt best moeilijk communiceren met zo'n kleine mensjes. Mensjes? Ja, het zijn echt mensjes. Okay. Ik vond het top. Ik heb gewoon al het werk wat ze moest doen is gewoon af, ingeleverd, naam erop, pap zo, bureau. Jij hebt ook nagekeken, zeg. Behalve toen jij een paar keer binnenkwam stormen, toen was het kut. Dat hebben ze mij niet gedaan. Ik kan wel zeggen dat ze mij de beste leraar van de hele school vonden, want ik heb ze allemaal getrakteerd op ijsjes. Ja, dag. Zo makkelijk. Ik ben zo klaar, makkelijk, ja, dat doen leraren, toch? Tot volgende week, doei. Wij moesten leraar voor een dag zijn. Vond je dat nou knijterhard? Geef dan zo 45.000 duimpjes omhoog. En laat vooral even in de comments weten. Wie was nou de beste leraar van deze hele school? Ik. En je kan ons ook volgen via social media, Twitter, Facebook en Instagram. En heb jij nou een opdracht die wij moeten uitvoeren? Ga dan even naar onze website www.stuk.tv en voer hem daar in. En wie weet, voeren wij wel voor je uit. Ik zeg jongens, we zien jullie gewoon weer woensdag weer. En dan komen gruwelijke dingen aan. Ciao!